Vandaag spreek ik met Laura de Vries, klimaatambassadeur van de toekomst, dat onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik ga het met haar hebben over de stand van zaken rondom het klimaat en wat voor impact klimaatverandering heeft op ons. Dus blijf vooral kijken. Nou, welkom Laura, voor het eerst voor jou hier bij Airgang, dus welkom. Je bent helemaal vanuit de omgeving Arnhem gekomen om het over best wel een belangrijk onderwerp te hebben. Ik ga het namelijk vandaag met jou hebben over klimaatverandering en wat de impact is op ons. Voor de kijkers die jou misschien nog niet kennen, is het wellicht handig om jezelf eerst even te introduceren. Ja, dankjewel. Ik ben Laura de Vries, 24 jaar. Ik kom dus uit de omgeving Arnhem. Ik heb maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd en werk nu als adviseur. Ik denk dat dat het belangrijkste wel is. Ja, en nog belangrijker eigenlijk waarvoor je ook vandaag hier zit, is je bent klimaatambassadeur van de toekomst. En dit is dan een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uiteraard. Wat houdt deze functie precies in? Ja, nou Marcel Beukenboom, dat is een Nederlandse klimaatgezant. En een klimaatgezant is eigenlijk een klimaatambassadeur. En hij kreeg wel eens de vraag van, waarom ben jij de enige klimaatgezant, want klimaat is een supergrote opgave. Daarom heeft hij met zijn team het programma Klimaatambassadeur van de Toekomst opgezet. En dat is een programma waarin 8 gedreven jongeren opgeleid worden tot klimaatambassadeur. En hij heeft daarin specifiek gezocht naar jongeren die nog niet in de klimaatbubbel zitten. Dat houdt eigenlijk in de bubbel waarin alle mensen zitten die al heel erg actief met het klimaat bezig zijn. Maar dus die wel gedreven waren om er wat mee te gaan doen. En jij bent dus een van die 8 gedreven jongeren, zoals je mooi hebt gezegd. En je bent dus die klimaatambassadeur geworden. Waarom heb je eigenlijk voor deze rol gekozen, voor deze functie? Ja, goede vraag. Dat broeide eigenlijk al een tijdje bij mij. Want vroeger vond ik klimaat, en toen heette het nog een beetje milieu, vond ik niet zo interessant. Ik dacht, dat is eigenlijk iets voor speciaal type mensen, zeg maar. Ik had er best wel negatieve associaties bij. Maar op een gegeven moment kon ik ook niet meer omheen. Je ziet natuurlijk heel veel over het klimaat nu op social media, in de media. Dus op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat daar best wel een probleem zit. Een heel groot probleem zelfs. En ik ben een beetje zo ingesteld. Als ik ergens een probleem zie, dan wil ik er gewoon wat aan doen. Ik kan dan niet stilzitten en niet eraan bijdragen. Dat vind ik heel lastig in ieder geval. Mooie eigenschap is dat. Dank je wel. Dus zodoende dacht ik wil daar wat mee doen. Toen zag ik het klimaatambassadeurprogramma en toen dacht ik, dat is ideaal. En we hebben het al een paar keer laten vallen, het woord klimaatverandering. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder, als we het een beetje concreet kort moeten Het klimaat eigenlijk is weer over een specifieke tijd genomen. Dus over het gemiddelde weer over een lange periode. Klimaatverandering is dan als dat verandert. Over klimaatverandering kan je bijvoorbeeld spreken over de ijstijd. Daar verandert het klimaat dus heel hevig. En als we het nu hebben over klimaatverandering, dus het klimaatvraagstuk, dan hebben we het over het probleem dat eigenlijk ontstaat door de opwarming van de aarde. Ja, dat is inderdaad onder andere één gevolg. En er zijn natuurlijk meerdere gevolgen, want we zien nu, er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen hiervan? Je noemde net al opwarming van de aarde. Ja, eigenlijk door de opwarming van de aarde zien we dat er verschillende problemen ontstaan. Dus we kunnen bijvoorbeeld te maken met, en dat hebben we nu al, met verlies van biodiversiteit, dus planten en dieren. Maar ook dat de zeespiegel stijgt. Dus bijvoorbeeld, je ziet nu dat Indonesië heeft nu als hoofdstad Jakarta. En zij hebben eigenlijk nu al ingezet op een wijziging van de hoofdstad van Indonesië. En dat is onder andere omdat de verwachting is dat Jakarta eigenlijk in de zee gaat zakken. Dat heeft dus verband met met klimaatverandering. Dus dat is super erg. Verder krijg je dus te maken met klimaatvluchtelingen als het super warm gaat worden. Komt de schaarste van voedsel en drinken. Dus ons drinkwater komt echt maar dan in gevaar als we daar geen oplossingen voor bedenken. Hetzelfde met ons voedsel, oogsten kunnen gaan mislukken. En dan ontstaat er schaarste. En als je te maken hebt met schaarste, dus een tekort eigenlijk aan producten, dan kunnen er weer oorlogen gaan ontstaan. Want dat betekent dus dat er gewoon te weinig is van iets. En mensen gaan sterven. Vechten soms zelfs inderdaad. Precies. En als we dus klimaatverandering hier in Nederland, als we zeg maar hierop gaan focussen, wat merken we hier in Nederland?
Ja, nou ja, nu merken we bijvoorbeeld al dat het een stuk warmer wordt. En aan het begin, toen ik nog niet echt met klimaat bezig was, dacht ik, nou ja, super lekker, yes. En dat is natuurlijk nu ook nog niet zo erg. Maar wat je wel gaat merken op een gegeven moment, is dat als de ijskappen gaan smelten. Dus, en wat er dan gebeurt, is dat er dus ook heel veel water vrijkomt. Dus de zeespiegel in Nederland gaat ook ernstig stijgen. Nou, we heten Nederland, de Nederlanden, de lage landen. Wij liggen namelijk heel erg laag, dus dat heeft ook gevolgen voor ons. Nou, verder heb je ook het economische deel. Als de economie elders geschaad wordt, krijgen wij uiteindelijk daar ook mee te kampen. Ook ja, de klimaatvluchtelingen. We hebben nu al best wel wat vluchtelingen door problemen in de wereld, helaas. En dat gaat alleen maar stijgen. En ja, er komt gewoon te weinig land eigenlijk dan. En wat je dan krijgt is gewoon dat er noodzakelijk meer mensen hierheen moeten. Dat je weer meer mensen in het land hebt. Ja, dus het gaat om echt hele big issues, ja. waar echt verandering aan moet worden gebracht, inderdaad. Ja, ik las ook toen je zei van het wordt nu een stuk warmer. Ik las volgens mij in mijn hoofd dat het echt 10 graden deze maand warmer is dan normaal gesproken zou zijn. Zoals het eigenlijk zou moeten zijn elders. Dus dat is zeker een concreet voorbeeld. En als we bijvoorbeeld kijken naar echt de toekomst, want je ziet dat het voor sommige mensen nogal lastig is om klimaatverandering te begrijpen. Omdat het is niet iets wat je van de een op de andere dag echt zelf meemaakt. Dat is echt een proces wat jij zei van dat duurt soms decennia lang. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering dan op lange termijn? Voor bijvoorbeeld onze generatie in de toekomst, maar weer onze kinderen en kleinkinderen. Ja. Ja, dat zijn dus eigenlijk ook weer de dingen die ik eerder opnoemde, onder andere. Dus het verlies van nog meer, biodiversiteit en dergelijke. Maar het is ook heel erg sterk afhankelijk van de scenario's. Want hoe meer zeg maar, de aarde opwarmt, hoe erger het wordt. En in het Parijsakkoord zijn we uitgegaan, hebben gezegd van we willen maximaal dat de aarde 1,5 graad opwarmt. En dan heb je een bepaald percentage, zeg maar, die biodiversiteit die we kunnen gaan verliezen. Bepaalde stijging van de zeespiegel. Maar als dat nog erger wordt, en dat is nu wel waar de situatie, dan wordt het alleen maar steeds erger. Dus zeg maar, hoe meer het stijgt, hoe erger het wordt. En daarom is het zo belangrijk dat we actie ondernemen. Want we zijn dus nu al dingen aan het verliezen. We zitten nu al in het proces, maar hoe minder we doen, hoe erger dat eigenlijk gewoon wordt. Ja, je zei het heel goed van we moeten nu echt concrete acties gaan ondernemen. En het wordt echt al jarenlang geroepen door klimaatactivisten en andere wetenschappers. Hoeveel tijd denk je dat we nodig hebben om de schade in ieder geval zoveel mogelijk te beperken? Ja, dat is een hele lastige vraag. En klimaatwetenschappers kunnen hier beter antwoord op geven dan ik dat kan. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we eigenlijk al best wel ver zijn. We zijn gewoon veel te laat begonnen, veel te traag begonnen met informatie die we eigenlijk al gewoon hadden. Dus eigenlijk moeten we gewoon zo snel mogelijk handelen. En eigenlijk gewoon nu al beginnen. Dus de urgentie, het belang eigenlijk om gewoon nu al alles aan te pakken en ook zo snel mogelijk. Dus we moeten ook gewoon dit behandelen als een crisis. Dat is gewoon heel groot. En merk je ook echt in je directe omgeving, met name onder jongeren, dat ze ook steeds meer oog hebben voor dit probleem? Of zie je niet zoveel? Ja en nee. Nou, wat je enerzijds ziet, is dat er dus jongeren zijn die het heel erg belangrijk vinden. Je hebt bijvoorbeeld de klimaatmars. Er zijn superveel jongeren naar op straat gegaan die eigenlijk zeiden van we willen dat er gewoon meer gebeurt op het gebied van klimaat. De klimaatsbijbelaars bedoel je? Ja, toch? Je had in Nederland inderdaad de klimaatmars. Ja. En klimaatsbijbelaars zijn gewoon een heel groot fenomeen, wereldwijd trouwens hoor. Wat ook gewoon besproken wordt in de besprekingen van de Verenigde Naties. Dus dat heeft echt impact gemaakt. En dat is wel iets wat echt is gevoed door jongeren. Dus dat is iets heel moois. En in Nederland hebben we natuurlijk de jonge klimaatbeweging. Die hebben de Duurzame 100 gewonnen, worden genoemd in de Tweede Kamer. Die maken echt ook impact. Dus je ziet dat ook. Maar je ziet anderzijds ook dat er jongeren zijn die zeggen, nou ja, dat is toch een beetje een ver van mijn bedshow. Ik merk er niks van, dus ik zie het belang niet echt in. En dat is dus wel heel erg jammer. Ja. Klimaatsbijbelaars die hebben, zoals je net zei, ook de Tweede Kamer bereikt. En de Tweede Kamerverkiezingen die komen weer binnenkort. En klimaat is natuurlijk een belangrijk thema waar veel over wordt gediscussieerd in de Kamer. Wat denk je dat de rol van Nederlandse politici is om klimaatverandering tegen te gaan of in ieder geval te beperken? Ja,
Nou, ik denk dat de rol van politici vooral is dat zij een gewoon duidelijke wet en regelgeving neerzetten. Want ik zie een rol voor zowel burgers individueel, het bedrijfsleven als voor de overheid. En ik vind dat burgers individueel ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Want er kan wel wet en regelgeving worden ingesteld, maar ja, je moet er ook op handelen. Bijvoorbeeld, er is in mijn gemeente is het verplicht om je afval te scheiden. Maar ja, je hebt ook gewoon mensen die tussen de groene afval even een restafvalzak doen. Dus dat is toch een individuele verantwoordelijkheid. Maar anderzijds kan je niet zonder die wet en regelgeving. Kijk maar naar de coronacrisis. Eerst was het idee van eigen verantwoordelijkheid, slimme lockdown. En toen zagen we toch dat dat niet werkte. Veel te veel mensen hielden zich er gewoon niet aan. En dan zie je toch van dat de wet en regelgeving strenger moet. Nou, het is gebeurd door een lockdown die versterkt werd eigenlijk. En toen zag je ook dus dat het aantal besmettingen naar beneden ging. Dus dat is eigenlijk wel het belang van heldere wet en regelgeving. Dus ja, ik zie wel een rol ook voor de overheid, zeer zeker, om gewoon sterkere wet en regelgeving neer te zetten. Ja, en je noemde, het zijn natuurlijk niet alleen de overheid en het zijn niet alleen de Nederlandse burgers, gewoon burgers all over the world, die moeten omgaan met klimaatverandering. Want de grote bedrijven, neem bijvoorbeeld Shell, die zorgen echt voor een aanzienlijk deel van de schade. Wat moeten we daar mee volgens jou? Ja, nou ja, Shell inderdaad is een voorbeeld die inderdaad heel veel schade berokkent. Shell die stoot zo 2 keer zoveel CO2 uit als alle Nederlandse burgers bij elkaar. Dus dat is heel zorgelijk. Dat betekent overigens niet dat je dan als burger geen impact meer hebt omdat Shell zoveel doet hoor. Alles maakt zeer zeker impact. Maar dat betekent wel dat daar inderdaad gewoon soms een halt moet worden. Ja, dat ze eigenlijk gewoon soms tot een halt moeten worden geroepen. En ik snap wel dat het heel lastig is door economische factoren. En door bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld dat Shell een internationaal bedrijf is. Maar ik vind wel dat ze dan soms toch tot een halt moeten worden geroepen door middel van wet en regelgeving. Eventueel dus ontzeggen van subsidies. Maar ook gewoon echt dat ze geholpen moeten worden in de transitie. Want ik denk bijvoorbeeld dat Shell misschien een heel ander bedrijf moet gaan worden. Maar daar moet ze ook bij worden geholpen. Dus misschien daarin weer kunnen gestimuleerd worden met subsidies. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja, dat zijn hele concrete dingen die je net hebt opgenoemd. Je hebt net bijvoorbeeld gezegd, in jouw gemeente is het verplicht om afval te scheiden. Ja. Wat zijn nog meer dingen die we op individueel niveau kunnen doen om echt impact te maken? Ja, dat zijn hele verschillende dingen eigenlijk. Het gaat inderdaad van bijvoorbeeld afval scheiden tot minder eten van vlees. Want vlees eten is ook schadelijk voor het milieu. Maar ook weer gewoon minder kopen, want we kopen veel te veel. En productie is gewoon ook heel erg slecht voor het milieu eigenlijk. Dus minder kopen en ook meer lokaal kopen, want het vervoer is ook gewoon heel slecht. En dan heb je ook nog individueel vervoer. Reizen met de auto en reizen met het vliegtuig is gewoon heel erg slecht voor het milieu. Het is gewoon echt super slecht. En ik snap bijvoorbeeld dat als je familie hebt in Marokko of Turkije of waar, dat het lastig is om dan niet te reizen naar je familie. Dat is logisch. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar de meest duurzame alternatieven. Is reizen met de auto duurzamer of is reizen met het vliegtuig duurzamer? Ik weet het oprecht niet, maar er zijn gewoon websites waarop je dat kan narekenen. Verder pak vaker de fiets, ga liever met de trein. Als je nog geen auto hebt, koop hem ook niet. Of koop een elektrische, dat kan natuurlijk ook. Maar daar zit nu nog helaas wel een prijskaartje aan. Ja, precies. Maar vanaf 2030 gaan we als het goed is, wordt er alleen nog maar elektrische auto's gemaakt hier in Nederland. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen eigenlijk. Wat verder ook heel erg belangrijk is om minder kleding te kopen. Of in ieder geval om tweedehands kleding te kopen. Ik snap wel dat het heel erg lastig is. Ik heb daar zelf ook heel erg moeite mee. Maar dat is wel iets wat heel veel uitstoot. Dus dat weer niet goed is voor het milieu. Maar kijk vooral ook van wat je zelf aan kan. Want kijk, ik begrijp echt goed dat het lastig is om dat allemaal niet meer te doen in 1 keer. Dat is misschien zelfs niet behapbaar. Maar kijk vooral wat kan je wel doen. Al ga je 1 keer per week minder vlees eten, als 10 mensen dat doen, maakt het veel impact. Al ga je in plaats van de auto een keertje met de trein, dat maakt impact. Ja, dus voor het individu zijn het dan hele kleine stappen, maar omdat heel veel mensen het tegelijkertijd doen, zeg maar. Ja, en wat ik ook heel erg belangrijk vind eigenlijk, is om andere mensen erin te inspireren. Want als je bijvoorbeeld je oma, je moeder, je zus of een vriendin inspireert hierin, creëer je eigenlijk een vlinder effect, waardoor dus steeds meer mensen hierin meegaan en je dus steeds meer mensen meekrijgt hierin. Het laatste wat ik daarin wil meegeven is, je kan je ook altijd bij een klimaatbeweging aansluiten. Dan maak je ook impact en dat
hoeft niet altijd op een rol door bijvoorbeeld met de Tweede Kamer te gaan spreken. Hè. Dat kan ook gewoon zijn door als grafisch vormgever bij te dragen. Of lokaal in je gemeente gewoon iets op te zetten met je vrienden en vriendinnen. Dat is ook iets wat heel veel impact maakt. Ja, dat is zeker een hele mooie tip waar denk ik ook veel jongeren iets mee kunnen. En tot slot, wat zou je de kijkers willen meegeven? Of nou, specifiek de kijkers die klimaatverandering nog niet zo serieus nemen. Welke boodschap wil je aan hen geven? Ja, nou ik denk vooral lees je goed in. Want dit heeft gewoon effect op jou en de generatie na jou. Dus ook jouw kinderen, jouw kleinkinderen. En dat voelt misschien nu nog niet, voelt nu nog niet zo belangrijk. En een beetje ver van je bedshow. Maar het gaat wel gewoon om de toekomst van de mensen na jou. Jouw generatie, zeg maar. Jouw nakomelingen. Dus denk er alsjeblieft goed over na, lees je in en hou rekening met de aarde, jouw leefwereld. Ja. Dankjewel Laura. Het was heel veel informatie, maar ik denk dat met tips en achtergrondinformatie die Laura heeft gegeven, dat als je het een en ander googelt, dat je alles ook gewoon rustig kan nalezen. En dat Laura in ieder geval haar best heeft gedaan en zeker ook het zo duidelijk mogelijk proberen over te brengen. Ook voor de mensen, voor de kijkers die niet zoveel afwisten van klimaatverandering. Dus nogmaals bedankt Laura. Ik vond het een mooi gesprek. En ook jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.